Leden van de Staten-Generaal. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Rote Pokémon Meester. En jongens, om te vieren dat ik mijn stage goed heb afgerond, heb ik gisteren samen met een vriend een aantal biertjes gedronken. En dat had ik beter niet kunnen doen, want ik voel me niet helemaal top nu. Ik heb dan ook besloten dat ik geen druppel alcohol meer drink, maar alleen nog maar flessen. Maar even alle gekheid op een stokje, ik voel me dus niet heel goed. En dan is er maar één ding wat kan zorgen dat ik me helemaal de oude voel. En dat is pakketjes openmaken. Dus dat gaan we vandaag lekker weer doen. En we gaan weer verder met de boosterbox Vivid Voltage. Dus ik ga weer de rechterkant pakken, de laatste 9 pakketjes van de rechterkant. En die gaan we openmaken. Laten we snel beginnen. We gaan weer lekker 9 pakketjes openmaken, maar liefst. Dit wordt de eerste en we gaan snel door. Hatsa, en daar zijn we al. Meteen gaan we beginnen met de Metal Energy. Dan een Mightyena, hebben een Pinchurchin en een Lowdrit. Kijk, dit vind ik ook een vette Pokémon. En met een leuke artwork gaan we door met een Seedot. Dan Pikipek. Vervolgens Mudbray. Dan Joltik. Hebben een Weedle. Dan een Regirock Reverse Holo Rare. Kijk, dit is top. Hierdoor voel ik me meteen een stuk beter. We beginnen met de Reverse Holo Rare. Zit er ook nog een knalletje achter. Oh, ja, lekker zeg. Togekiss V, de eerste ultra rare alweer van deze video. Vorige video vielen de pools tegen, dus ik heb het gevoel dat we deze video echt gaan knallen met de pools. En dat beginnen we lekker met een Togekiss V. Die bergen we meteen veilig op. Ja, nu voel ik me dus alweer helemaal het mannetje. En daarom is Pokémon zo top. Het maakt niet uit hoe je je voelt. Als je gaat openmaken, dan ben je weer helemaal vrolijk. Als je tenminste wat leuke pools krijgt. Gisteren bij die vriend hadden we ook wat muziek op de achtergrond aanstaan. En toen kwam die nieuwe clip van Miley Cyrus' nummer voorbij. Nou, dat is ook weer een of andere gare clip. Een nummer samen met Dua Lipa. Dua Lipa, zo noemen ze mij in Spanje. Hier de codecard voor jullie. En pakketje nummer 2 beginnen met een Water Energy. We hebben een Charmeleon. Pinchurchin weer. Dan een Telescopic Sight. We hebben een Shuppet. Poochyena. Volgens een Voltorb. Dan Rockruff. Telo en een Reverse Holo Weedle, een common. Knallen we meteen verder? Oeh, nee. Een Ninjask, wel een gave Pokémon. Ik vind die voor-evaluatie ook wel dope. En ik weet niet precies wat hier gebeurt. Lijkt wel of hij aan het basketballen is. Oh nee, hij vliegt door een tuin en die man die erbij staat is ook wel mooi. Die kijkt alsof hij een spook heeft gezien. We gaan door met pakketje nummer 3. Dan doen we even zo. Hatsa, en dan ligt hij gewoon al meteen klaar. Hier de codecard voor jullie. En dan knallen we meteen door. Ik hoop dat de effecten een beetje lukken, anders is het een beetje awkward. We beginnen met een Darkness Energy. Dan een Delmise. Dan hebben we een Glareon Stunfisk. Dan Aromatic Energy. Skiddo. Dan de Shuppet. Dan hebben we Ferroseed. Vervolgens een Joltik die ik echt al 20 keer heb. Sandile. En daar heb je hem, de voor-evaluatie van degene die we net trokken, Ninkada. En dan een Reverse Holo variant. Zit er een knalletje achter? Oeh! De eerste secret rare, ja, de Aegislash VMAX, holy shit, de rainbow versie hiervan. Hele lijpe kaart. Niet mijn favoriete Pokémon, maar in deze versie is die wel dik hoor. En dit is dus ook een secret rare zoals jullie kunnen zien, 190 van de 185. Zo, wat is dit top zeg. Die gaan we gauw weer opbergen, holy moly. Kijk eens even, ik weet niet, maar die rainbow versie ziet er iets anders uit dan voorgaande sets lijkt het. Hij ziet er echt veel vetter uit. Echt mooi gedaan. Ja, hier ben ik heel blij mee. Deze mag hier gewoon achterin staan. Zodat jullie hem nog een beetje kunnen bewonderen. Ik moet vaker van die gave effectjes doen, denk ik. Want het brengt geluk. Of zou het toch het poppetje zijn wat ons weer wat geluk brengt? Geen idee, maar ik ben er blij mee. Laten we snel doorpakken. Weer een codekaartje voor jullie. En we gaan weer vrolijk verder. Een Leaf Energy. We hebben een Gavaluntula. Holy moly, een gek spin hier. Het is de evolutie van Joltik. Die is wel geinig. Dan een Swallow. Hebben we een Leekstaff. Dan een Eevee. Hebben we de Woobat. Vervolgens een Arakuda. Hoe gaaf zou het gewoon zijn als we nog een Amazing Air kunnen packen. Ik ben zo benieuwd naar die kaarten. Hebben we een Fampi. Super schattige Pokémon met die Teddy Ursa knuffel erlangs. Hoe cute. En dan... Oh, en een Reverse Holo Rare. Ja, de Shiftree. Ook een hele vette Pokémon met die geinige voetjes van hem. Staat op een soort houten plankies. En dan zit er wat moois achter nog. Oh nee joh! Een Pikachu VMAX!
Twee V-backs achter elkaar, holy shit. Wat een opening, holy moly. Het lijkt wel als alle geluk in één video terechtkomt. Kijk wat een zieke kaart. Woe, lekker man. Nou, ik voel me echt weer helemaal goed. Het is alsof ik niet gedronken heb gisteren. Dit is fantastisch. Kijk even die kaart. Die Pikachu met zijn dikke pants. Dit is toch mooi. Hier ben ik echt super blij mee. Ja, en we gaan gewoon weer door. Want als dit zo blijft, dan wordt er nog een hele mooie opening. En inmiddels is in Japan de Shiny V-set uitgekomen. En daar wordt de set die hier in februari uitkomt op gebaseerd. En daar zitten heel veel shiny Pokémon in. Hele vette ook. Onder andere een Ditto. En er zitten ook nieuwe Amazing Rares in. Dus dat zijn allemaal dingen die we waarschijnlijk ook hier kunnen verwachten. Wat echt heel gaaf is. Engelse sets worden eigenlijk altijd gebaseerd op Japanse sets. Dus daarom kun je daar al een beetje afkijken wat hier gaat komen, zeg maar. We hebben Memory Capsule. Girafarig. Dan een Electric. Dan een Wilmer. Want deze Pokémon word ik ook zo vrolijk. Die Walvis zit altijd in een brede glimlach op zijn gezicht. Dan Dynamo, we hebben een Execute, Shuttle, vervolgens een Clobopus en dan hebben we een Reverse Holo Arokuda en klappen we meteen door. Oeh, nee, weer een beetje rust in de tent was ook al even nodig, want we gingen gewoon te hard. We hebben een Alcremie, een Normal Rare. Oké, we zijn weer terug op aarde, jongens. We zijn weer geland, we kunnen weer even ademhalen en we gaan weer door met het Celebi pakketje. Ja, ik hoop toch nog een beetje op een Amazing Rare. Dan is dit echt de beste opening ooit. We hebben weer een code card voor jullie. En ik weet niet of jullie de smiley op mijn hand is opgevallen, maar dit is hoe ik op dit moment er ook bij zit achter de camera. Zijn we weer. Fighting Type Energy. Dan een Leek Staff. Hebben we een Krokorok. Dan een Aromatic Energy. Vervolgens weer die blije walvis, de Wilmer. Cottony. Dan een Clobopus. Electrike. Execute, dan. Oh, ja. En ook nog degene die ik wilde. Rayquaza Amazing Rare, jongens. Hoe ziek is dit? Dit kan niet. Ik moet mezelf even knijpen, want die gaat niet goed hier, hoor. Holy shit, gewoon nog een Amazing Rare. En ook nog de dikste van allemaal. Degene die ik zo graag wilde. Wat lijp. Ja, ik maak me niet eens meer uit wat erachter zit. Dat is een Joltik achter. Een Jolteon bedoel ik. Holy shit, kijk. Mijn allereerste Amazing Rare. De Rayquaza. Dit is zo'n dikke Pokémon. En kijk even hoe gaaf dat is. Die Amazing Rare. Met al die kleuren op de achtergrond. Holy shit. Dit is echt ziek. En hier onderin zie je ook dat logootje. Dat glimt ook helemaal. Die energies die glimmen. Dit is echt fantastisch. Dit hadden ze veel eerder moeten doen. Hoe vet is dit? Schitterend. Zo, die bergen we meteen op. Wat een kaart. Ik ben echt blij dat er straks nog meer van die Amazing Rares komen. Want dit ziet er zo vet uit, jongens, met al die kleuren. Wat is dit een topset. Nu al groot fan van Vivid Voltage. Wat een kaart te zeggen. Ja, nog drie pakketjes. Het kan toch niet dat hier nog meer in zit. Dat kan toch niet. We gaan het in ieder geval meemaken. We hebben nog een codecard voor jullie. En dan gaan we weer. Een Fire-type Energy. We hebben een Beauty. Dan een Shuckle. Vervolgens een Nuzleaf. Dan een Duskull. Ja, ik kan alleen maar lachen, jongens. Voltorb. Hebben een Weedle. Dan Drillburg. Clefairy. Een Reverse Holo Duskull. En dan als laatste zit er nog wat moois achter. Een Glareon Berserker. Ja, het kan eigenlijk al nu gewoon niet meer face zijn dan dat het nu is. We hebben een Normal Rare. Het zou echt gestoord zijn als hier nog meer zieke pools in zitten. We gaan erachter komen. Poe. Wat een zieke kaart. Dit is echt gestoord. En er kunnen dus tot 4 Amazing Rares in één box zitten. Ik ben echt al lang blij dat ik er eentje heb. En dan ook nog degene die ik wilde. Volgens mij is het gemiddelde 2. Dus ik hoop dat we in ieder geval nog eentje eruit kunnen poelen. Die zal dan waarschijnlijk aan de andere kant zitten. Ja, en deze 3 makkers die mogen voorlopig blijven in de video. Want ze brengen toch wel wat geluk weer. Goed, één laatste pakketje alweer. Psychic Energy. Hitmontop. De Swoobat, Mecargo, dan een Milsery, Wooper. Deze Wooper heeft wat engs gezien zo te zien. Ik denk de video van Fred van Leer. Dan gaan we verder met Nincada. Dan hebben we de Wishmer. Drillburg. Dan hebben we een Reverse Holo Zapstrika. En daarachter... Oh, Zekrom. Oh, dat is ook wel een lijve Pokémon hoor. En we hebben hem in een holo versie. De eerste holo van de video pas. En volgens mij pas de tweede uit de box. Dus de holo's vallen nog mee, moet ik zeggen. Maar deze is wel vet. Hier ben ik zeker niet ontevreden mee. En dan het allerlaatste pakketje. Ja, misschien is het te veel gevraagd om met de klappen te eindigen. Misschien moeten we gewoon heel blij zijn met wat we nu hebben.
Maar we gaan toch proberen om nog wat moois uit te slepen voor dat laatste pakketje. Ik ben ontzettend benieuwd. Laatste codecard voor jullie. En dan gaan we het allerlaatste pakketje beginnen met de Metal Energy. Hebben we een Swallow. Zapstrike alweer, dit keer een normale versie. Dusclops, ook een dope Pokémon. Hebben we een Electrike. Dan een Clefairy. En dan hebben we weer die schattige olifant. Yamma. Hebben we een Glareon Meowth. Een Reverse Holo Alistair. En tot slot... Oh nee joh, we hebben nog een Ultra Rare. Hoe is het mogelijk, gek? We eindigen nog met een klapper en een hele vette Ultra Rare, de Ampharos V. Heel erg lekker dit. We hebben gewoon 5 pools uit deze video. En 5 hele vette pools, jongens. Ik ga ze jullie nu allemaal laten zien. Dit zijn ze dan, de pools uit deze video. En ik kan maar 1 ding concluderen, jongens. Ik moet vaker brakpakketjes openmaken. Want wat we hier allemaal hebben gekregen, bizar. We hebben 2 hele vette V-kaarten. De Togekiss V en de Ampharos V. En dan, maar dan even 3 hele bizarre kaarten. We hebben Pikachu V-Max. We hebben de Aegislash V-Max Rainbow Rare. En de Rayquaza Amazing Rare. Dit is tot nu toe echt de ziekste opening die ik ooit heb gedaan. Dus geef ook zeker even een klets op die like-knop als jullie zo ook hebben genoten. En wil je nog meer van deze schitterende openingen zien? Zorg dan ook dat je geabonneerd bent. En dan gaan we zorgen dat de volgende opening weer zo'n klapper wordt. Laten we het hopen en dan zie ik jullie volgende week bij weer een nieuwe opening. Houdoe!